risicovol is het om een onveilige office-omgeving te hebben? Informatie is de kurk waarop een bedrijf drijft. Informatie kan bijvoorbeeld bedrijfsinformatie zijn, zoals strategische plannen of investeringsplannen. Het kan informatie zijn over medewerkers, persoonlijke gegevens of van klanten. Ja, zo kan bijvoorbeeld de concurrerende positie van een bedrijf in gevaar komen. Relaties met klanten kunnen verstoord worden. Bedrijven kunnen een negatieve publiciteit krijgen en ga zo maar door. Ja, of in het ergste geval tegen boetes aanlopen. Bijvoorbeeld als persoonlijke informatie op straat komt te liggen. Daar kun je tegenwoordig voor worden aangepakt. Maar hoe veilig is eigenlijk een gemiddelde werkplek? Ja, het blijft afhankelijk van mensen natuurlijk. We kunnen van allerlei maatregelen treffen. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een document geprint wordt en het wordt daarna in de papierbak gegooid en er staat belangrijke informatie op, dan kan de printer nog beveiligd zijn, maar dan is er toch een datalek. Het is een stukje bewustwording waarvan ik denk dat we dat wel samen kunnen overbrengen naar de klant. En dan zijn er inderdaad wel nog een aantal maatregelen die de klant wel zelf kan treffen.